Gaan we naar de laatste ronde van het grote landbouwdebat. Met Ines Kosnitz van de Partij voor de Dieren, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, Tom van Kampen van de VVD, Joris Thijssen van GroenLinks Partij van de Arbeid en Eline Vedder van het CDA. Dit debat gaat over de rol die de overheid zou kunnen hebben in een duurzaam verdienmodel voor de landbouw. We gaan eerst even naar een verhaal uit de praktijk van de landbouw met Esther. Ja, ik sta hier bij biologische akkerbouwer Digny van den Dries. Welkom ook hier vanavond in Halle. Het gaat inderdaad over de rol van de overheid in de transitie. Hoe kijk jij aan tegen die rol? Nou, het ging niet alleen over die transitie, ook over de marktmeesterschap van de overheid. En overigens, even ter introductie, ik ben niet alleen maar biologisch landbouwer, of alleen maar ik ben ook nog projectleider van de Akker van de Toekomst. En dat is een niet-biologisch landbouwvorm. We gaan het inderdaad in dit debat gaan we het hebben over de stelling. Hè, is onder andere dat de markt gaat die transitie alleen niet oplossen. De overheid hebben we daarbij nodig als marktmeester. Ja, want ik zal van de microfoon precies afblijven. Maar goed, nee, uiteindelijk schieten we natuurlijk niks op met subsidies hier of ondersteuningen daar. Het moet uiteindelijk uit de markt komen. En ik wil in feite een want feitelijk is het in mijn ogen vrij makkelijk op te lossen zelfs. He, dus als we even de blik vooruit werpen en we willen echte forse stappen maken in duurzaamheid. Ik denk dat dat de wereld, de samenleving, u heeft het feitelijk als politiek helemaal overgenomen. Er zijn allerlei geweldige plannen voor de EU om echt grote stappen te maken. Maar uiteindelijk landt dat in producties met een hogere kostprijs. En zie dat dan maar weer eens in de markt vergoed te krijgen. Ja, want u doelt dan met name op de Green Deal en ook het percentage biologische landbouw wat Brussel inderdaad ook wil verhogen. Ja, dat klopt. En daar is een oplossing voor, mijn zinziens. En die stoel ik onder andere ook op een aantal gesprekken die ik het afgelopen jaar met supermarktorganisatie heb gehad. En wat is namelijk in mijn ogen de oplossing, en ik hoop dat daar straks op gereageerd kan worden. De oplossing is eigenlijk vrij simpel. Duurzame producten kunnen door supermarkten heel makkelijk voor dezelfde prijs als die niet duurzame tegenhanger neergelegd worden. Dat kost natuurlijk de supermarkt een beetje marge voor dat ene product. Of voor die reeks van producten die we duurzaam noemen. Maar dat kunnen ze vrij makkelijk terugverdienen door een iets hogere marge op de niet duurzame producten. Die we uiteindelijk natuurlijk allemaal uitgefaseerd willen zien. Dus daar, in dat spanningsveld, is dat dus een oplossing. Maar dat kan alleen maar een oplossing zijn als alle supermarkten daar een rol in spelen. Als het allemaal doen. Dus de hele keten heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. En met name die retail. Die retail die kan dat. En er zijn ook voorbeelden. Hè. Het is in het nieuws geweest dat Plus de aardappels, de biologische aardappels, maar goed, is maar een voorbeeld van een duurzaam product. Maar de biologische aardappels heeft neergelegd voor dezelfde prijs als daarvoor de gangbare prijs was. Hè, dus blijkbaar kan het. En zij zeggen nu, ja, we betalen dat zelf wat we tekortkomen. Maar ik denk dat ze de cola een cent hebben verhoogd in prijs en hebben ze alweer weer terugverdiend. Maar dat kan gewoon met alle duurzame producten. Die kunnen ze gewoon voor lage prijzen neerleggen. En, en laten ze inderdaad de niet duurzame producten, waar we allemaal vanaf willen, laten we die iets in prijs verhogen. Kost de supermarkten niks, kost de overheid niks. In feite betaalt de markt. En u vindt dus dat de overheid, want we staan hier met de politici, dat de overheid dat zou moeten reguleren? Ja, de overheid moet hier als marktmeester optreden. Ik heb overigens nog een tweede voorstel. U zou heel makkelijk kunnen besluiten om, en dat lijkt op een open deur, maar ik ga gelijk zeggen dat dit wel kan. U kunt heel makkelijk de duurzame productie ondersteunen. Hè? Want die heeft in feite een achterstand, omdat die allerlei niet maatschappelijke kosten niet. Hè, die maakt, de duurzame productie maakt die maatschappelijke kosten zichtbaar. En de niet duurzame productie, dat betalen we met z'n allen. U kunt daar met de BTW heel makkelijk dat gat verkleinen.
En u pleit voor een afschaf van BTW? Op duurzame producten. En dat moet dan inderdaad wel gedefinieerd zijn. Want anders komen we in die rare discussie terecht die we met groentes hebben gehad. Dat jullie blijkbaar met z'n allen niet in staat zijn om te besluiten wat wel en niet groente is. Of wat daar de begrenzing in zit. Juist bij duurzame productie kun je dat heel makkelijk definiëren en vastleggen en controleren en een certificaat eraan verbinden. Oké, dus het gaat om de rol van de overheid als marktmeester in het aanjagen van de transitie. En dat we niet alleen dus een aanvalsplan moeten hebben om de productie duurzamer te maken, maar ook de consument en de retail daarvoor moeten aanjagen. En daarbij pleit u voor afschaffing van BTW. Ja? Esther, dit zijn twee bijna briljante ideeën in zijn simpelheid, voor zover ik het kan overzien natuurlijk. En ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. We gaan discussiëren over deze stelling. De overheid moet als marktmeester krachtig ingrijpen om het verdienvermogen te verbeteren. Meneer Thijs, u had in een vorige ronde al sterke ideeën over. Ik ben benieuwd. De overheid als marktmeester. Ja, ik denk dat het essentieel is dat de overheid veel sterker gaat optreden als marktmeester. We zien als we het overlaten aan de markt dat boeren niet beter af zijn. Dat de natuur er heel erg bekaaid vanaf komen. Dat we klimaatverandering hebben die om zich heen grijpt. Dus het is echt noodzakelijk dat de overheid ingrijpt. We hebben het net gehad over de ecosysteemdiensten. Dat is een hele belangrijke component van het verdienvermogen van de boer. Een andere is dat wij boeren die duurzaam produceren willen laten samenwerken, zodat ze weer een beetje marktmacht krijgen tegenover die grote supermarkten. Maar waar we ook voor zijn is dat we die Franse wet die er is, dat we die ook in Nederland krijgen. En dat betekent dat boeren in ieder geval de kostprijs van hun producten betaald krijgen. Maar de laatste is, en dat lijkt misschien een beetje op wat de meneer net ook voorstelt, is dat wij stikstofemissies willen gaan beprijzen en willen gaan laten verhandelen. En dat betekent dus dat als er een boer is die heel veel emissies heeft, een vervuiler, die moet meer betalen. En een boer die duurzamer produceert, die hoeft minder te betalen. En op die manier creëer je een markt die toestuurt naar het doel wat we willen, namelijk een natuur die op orde is, een economie die van het slot is. Dus daarmee doen we ook wat wel vaker wordt gezegd is, we stellen een doel en we zetten een markt neer. En dan vervolgens is het aan de ondernemer, de boer, om te zorgen dat ze binnen dat systeem hun boterhammen verdienen. Oké, mevrouw Verder, bent u het eens met deze stelling? Nou, vooral de tweede helft van de stelling is me echt uit het hart gegrepen. Het gaat eigenlijk om het eerste. Het gaat om het idee van marktmeester. Ja, nee, maar serieus. Er zijn gewoon veel te veel boeren in Nederland die onder de armoedegrens leven. Dus het is heel goed dat we in ieder geval een stelling hebben die daarover gaat. Want ik weet zelf ook hoe dat is. Wij hebben ook moeilijke jaren gehad op onze boerderij. En daar kan de overheid als marktmeester kan daar een rol in spelen. Is niet makkelijk. Hebben we verschillende ideeën voor. En zijn we ook al heel lang mee bezig. Die gaan iets verder dan produceren tegen kostprijs voorbeeld. Trouwens. Want ik kan natuurlijk van produceren tegen kostprijs kan ik mijn zoontje niet naar de voetbal sturen. Nee. Maar wat nog veel belangrijker is. Nee, maar geef eens een concreet voorbeeld waar u dan aan denkt. Zal ik doen, maar het moet hand in hand gaan met dat we als overheid stoppen om die kostprijs zo op te drijven met al die middelvoorschriften die wij elke keer opleggen. Want die verduurzamingsslag waar wij naartoe willen, als wij die met middelvoorschriften dichtleggen, dan vliegt die kostprijs omhoog. De markt beweegt niet mee en dan wordt het probleem dus alleen maar groter. Maar wat betreft de marktmeestersrol, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we niet gaan importeren wat we in Nederland niet willen produceren. Dus niet hier legbatterijen verbieden en ondertussen uit de Oekraïne massaal importeren. Kunnen we dat doen? Nou, dat valt niet mee in een vrije handelseconomie. Maar vooral ook de rol van de boer in de keten, die moet echt versterkt worden. Bijvoorbeeld door terugbrengen, het weer aan tafel zetten met de keten in de productschappen. Zou je, als ik denk aan die eieren uit Oekraïne, zou je daar niet een soort tariefwal tussen kunnen, een muur tussen kunnen zetten? Of mag dat niet van Europa? Want als dat niet kan, dan gaat het niet werken. Nee, klopt. Dat is een van de redenen waarom we dat ook nog steeds niet hebben eigenlijk. Maar u wilt dat wel voor elkaar zien te krijgen? Ja, ik vind het zelf als boerin heel frustrerend dat ik aan allerlei verduurzamingseisen moet voldoen. En dat ik dan dat ik weet dat ik mezelf misschien de markt uitprijs. En dat vervolgens dan de Franse melk of de Italiaanse melk gezellig via de achterdeur op. Door de grote inkopers naar binnen wordt gehaald. Dat is een interessante vraag, als ik heel even mag aanhouden. Ja, het is heel fundamenteel. Het CDA zegt iets heel fundamenteels. Eigenlijk hebben ze al die jaren die vrijhandelsverdragen juist aangejaagd. En nu lijkt het CDA tot inkeer te komen. Oekraïne is gebeurd.
Maar er staat nog een verdrag met Zuid-Amerika. Een Mercosur-verdrag. Dat zou desastreus zijn voor onze landbouwers. Oneerlijke concurrentie. Gaat het CDA tegen Mercosur vechten? Samen met de Partij voor de Dieren om onze boeren te sparen, onze dieren te sparen, om ons milieu te sparen, onze gezondheid te sparen. Ja of nee? We hebben als CDA in ieder geval net gestemd om ervoor te zorgen dat Mercosur niet bijdraagt aan ontbossing. En we vinden ook dat landbouwproducten niet elke keer het kind van de rekening moeten worden van handelsverdragen. Maar in de kern... Het is heel simpel. Gaat u voor of tegen Mercosur staan? Ja, het enige wat zwart-wit is, dat zijn mijn koeien thuis. Verder zeker in de agrarische wereld is niks zwart-wit. Maar het is wel... En handelsverdragen levert de sector ook veel op. Ja, maar het is... Ja, maar het is wel waar. U moet toch voor of tegen stemmen? En als u eieren uit Oekraïne al vervelend vindt... Mercosur is een handelsakkoord wat netto positief uitpakt voor de landbouwsector. Hier begint CDA te draaien. Dit is dus weer boerenbedrog. Lieve boeren, stem toch Partij voor de Dieren. Want wij helpen u. Meneer Van Kampen, spreekt het idee van de overheid als marktmeester u aan? Zeker. En we zien dat de supermarkten het niet vanzelf doen. En wat het mij heel erg aanspreekt in het verhaal en het idee van Dick, is dat ik ook geloof dat daar de sleutel ligt. Niet zozeer omdat bij die retail de sleutel ligt, maar die ligt natuurlijk bij de consument. Die supermarkt, want dat was eigenlijk, dat vond ik er zo slim aan. Biologisch is misschien een beetje duurder, maar maak het in de supermarkt dezelfde prijs. Ja. En laat de supermarkt dat betalen uit iets anders. En maak dan duurzaam een beetje duurder. Ja, het is eigenlijk zo simpel, het is een beetje geld heen en weer schuiven. Nou, zou u dat werkelijkheid willen maken? Er zijn twee dingen die werken. Het is heel gevaarlijk, want werken met een keurmerk is niet ideaal. Maar er is één keurmerk waarvan we in ieder geval zien dat het een begin van een goede beweging is. Het Beter Leven keurmerk, waarin je dus eigenlijk hebt gezien dat op het gebied van dierenwelzijn, maar ook veehouderij, die standaard omhoog wordt gelegd in die supermarkten. Dus dat vind ik heel mooi. Ik vind dat supermarkten met de billen bloot moeten. Ik wil nog even weten of u het idee van meneer Van der Dries... Dat wilt u gaan doen? Nou, je moet er wel voor oppassen dat je gangbaar en bio bijvoorbeeld... Dat gelijkstellen heeft ook nadelen. Omdat je daarmee eigenlijk juist ook de meerkosten die een biologische melkveehouder wel maakt, uiteindelijk gaat normaliseren. En dus die verschillen... Het wordt natuurlijk betaald vanuit het verhogen van de prijs aan de andere kant, aan de gangbare kant. Ja. Dat is wat zijn plan. Zolang de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, waar je niks van mag, maar wel nog steeds zegt in dit land dat supermarkten nog te weinig doen aan het verder verduurzamen van de inkoop van hun producten, denk ik dat er nog een wereld is te winnen. Hoe gaat u dat bereiken? Nou, dat is met wet en regelgeving heel moeilijk. De minister had carte blanche van dit kabinet om daarmee aan de slag te gaan. Maar je hebt je verhouden tot Europese afspraken. Maar we kennen denk ik allemaal die actie nog wel van een supermarkt die in die zomer dat A4'tje in die koeling had waarin ze zeiden er is geen melk want het is te droog en het gas heeft niet gegroeid. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dat ging er gewoon om dat ze bezig waren met contractonderhandelingen en het onderste uit de kan wilden hebben. En dat vind ik gewoon niet fair. Ik vind dat supermarkten een verantwoordelijkheid hebben bij wat ze in die schappen leggen, omdat wij als consumenten daar maar hoe gaat onze keuze baseren. Politieke partij, misschien straks als regeringspartij, daar invloed op uitoefenen? Hoe verandert u dat? Nou, ik vind dus het voorbeeld wat ik net noemde van een keurmerk is niet zaligmakend, want je bent actief in een internationale markt en een Europese markt. Dat is eenmaal zo. Maar door die burger, door die inwoner, door die consument bewust te maken van wat hij in dat mandje legt en wat dat kost en wat eraan vooraf gaat. Dat klinkt niet als marktmeester. Ja, maar je moet ook eerlijk zijn dat je instrumenten heel beperkt zijn. Okay. Dus als je wat wil, dan zal je dat in Europees verband moeten doen. En dat moeten we niet nalaten. Europa staat niet in deze aardappelschuur vanavond, helaas. Is wel heel erg aanwezig, valt me de hele tijd op. We hebben een CDA-eurocommissaris, dus misschien... drie korte punten. Allereerst, ik ben heel erg eens met deze stelling. Maar ik voel als vertegenwoordiger van u allemaal, maar ook een beetje van de overheid vandaag, ook een beetje verlegenheid. Want een marktmeester, die moet je wel kunnen vertrouwen. En de afgelopen jaren hebben we het natuurlijk niet echt nagemaakt dat boeren, die afhankelijk ook zijn van zo'n marktmeester, ons zouden kunnen vertrouwen. Dus wij moeten dat vertrouwen wel weer gaan verdienen. Dus dat is een soort verlegenheid die ik hierbij voel. Zeker omdat het super ingewikkeld is om dit goed te doen. Het tweede, en ik was aangesproken door het voorbeeld.
En daar hebben we een klein begin gemaakt met dat niet-landbouwakkoord. Dat jarenlang met de ruggen naar elkaar toegestaan. Toch voetje, voorzichtig weer aan tafel zijn gegaan. Ook met organisaties die we niet aan het touwtje hebben. Zoals de supermarkten, de retail. Die we niet kunnen dwingen zomaar via regelgeving. En met elkaar kunnen we afspraken maken om inderdaad wat nu nog een niche is... Waar nu vaak de grootste marges op zitten. Het is al duurder land af, boerderij af. En als het, voordat het in de supermarkt is, is het verschil tussen bijvoorbeeld een biologisch of een ander duurzamer product. En een wat minder duurzaam en gangbaar product. Wat trouwens in Nederland ook heel goed is. Is veel groter geworden. Ja, maar daar zit en daar de crux. Kun je met afspraken echt wat maken. En ja, het derde is... Maar wacht even. Want kijk, meneer Van Dries, wil hier antwoord op hebben. Want hoe gaat u dit voor elkaar krijgen? Ja, wat ik zeg, dit is heel moeilijk af te dwingen in wet en regelgeving, omdat je in een interne markt zit. Maar hoe het wel is te regelen is, hoe we zijn begonnen met die retail aan tafel om dit tot normale praktijk te maken, dat in ieder geval om te beginnen een kleiner product, een niche product, waar vaak een supermarkt iets meer kosten voor moet maken, dat het niet wordt doorbreken door daar nog eens een grotere marge op te leggen. Want we kennen allemaal de voorbeelden van de biologische groenten, waar boerderij af het verschil bij wijze van spreken 5 of 10 cent per kilo is. Ja. Moet je dan eens in de supermarkt komen, is zomaar een euro verschil. Dat kan je dus niet gewoon verbieden? Dat kun je niet zomaar verbieden. Nee, wat je wel kunt doen, en dat is mijn derde punt, dat wij internationaal moeten samenwerken. Het liefst op Europees niveau. Ik vind het ongelooflijk dat wij bij klimaat, als het gaat om industrieën die we klimaatkosten in rekening gaan brengen, bijvoorbeeld op het gebied van staal of chemie, dat we daar met een CBAM, hè, zo heet dat, een grensheffing komen, om onze eigen industrie te beschermen tegen import van buiten, waar die klimaatkosten niet in de prijs zijn berekend. Waarom doen we dat met de landbouw niet? En daar past inderdaad bij dat wij ons assertief opstellen tegen dat Mercosur-verdrag met Zuid-Amerika. Maar dat zijn tariefmuren. Het kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat landbouw, platteland en boer de dupe worden van een verdrag waar uiteindelijk altijd alles gaat naar het laagste van het laagste, oftewel dat is naar het putje. Meneer Thijssen, zullen we dat andere idee over die BTW, dat je gewoon iets doet met een beetje een ander BTW-tarief voor biologisch geteelde producten? Ja, het klinkt bijna als een grap, maar volgens mij de voltallige Kamer wil graag dat op groente en fruit er geen BTW komt, of het lage tarief. Maar we hebben al heel lang een discussie wat nu groente en fruit is en wat er wel onder valt en niet. En dat is een beetje gekmakend, maar... Dat is ook heel ingewikkeld. Maar het is wel een heel erg goed idee. Dus het lijkt mij een heel goed idee als je als marktmeester, en dit is nou een van de knoppen waar je aan kan draaien als overheid, dat je zegt, duurzame producten hebben een lager tarief, minder duurzame producten hebben een hoger tarief. En hoe kunnen producenten, boeren, prijsafspraken maken, dus eigenlijk een kartel vormen als een blok tegenover de supermarkt? Is dat mogelijk? Productschappen. Zo zijn het de corporaties. Ja. Oké. Okay. Je hebt gewoon in een aantal sectoren, die hebben zich heel sterk verenigd in coöperaties. Neem de melkveehouderij bijvoorbeeld. Andere sectoren juist helemaal niet. En zijn bijvoorbeeld in de eiersector, die zijn overgeleverd aan hun pakstations. Die hebben veel meer positie nodig in hun keten, zodat ze ook echt weer een serieuze stem krijgen. En dat je ook die belangen gedeeld belang maakt. Dus die moeten terugkeren, die productschap. Ja. Gaat u doen als wat u ons betreft de wel kans krijgt? En dan moeten we dat waarschijnlijk 2.0 noemen, want anders dan worden er weer allemaal mensen alweer boos. Bijvoorbeeld de VVD. Oké, dus, maar dat zou een oplossing zijn. Ik hoor tariefmuur, ik hoor kartel is op. BTW zou misschien ook nog wel kunnen. Wat kunnen we, mevrouw Kostiet? Nou ja, ik vind wel dat we heel snel walsen over het feit dat er hier partijen zijn dat als het neerkomt om het verhogen van de BTW-tarief op duurzame producten zoals groente en fruit, dat ze dat patsboom doen. En als het gaat om ontzien van grootvervuilers zoals Schiphol, patsboom natuurvergunning. Maar als het gaat om onze boeren ontzien, onze dieren, onze milieu, onze gezondheid ontzien, om bijvoorbeeld inderdaad de boeren te helpen om te verduurzamen, om te vergroenen, om BTW van groente en fruit omlaag te, wat de boer net zei, om de duurzame producten te helpen, dan is het allemaal heel ingewikkeld. Het moet via Europa. Dat is u spreekt nu van Kampen aan, denk ik. Ik spreek ook ChristenUnie en CDA aan. Ik zou willen vragen of de Partij voor de Dieren dat warme hart voor de agrarische sector ook spreekt als het gaat om een melkveehouder, een pluimveehouder of een varkenshouder. Absoluut. We staan voor alle boeren om ze te helpen richting de transitie waarin we ethisch omgaan met onze dieren, waarin we een gezonde omgeving hebben. Ja, ik hoor u gelachen, maar... Verfrissend geluid in de Kamer, waar uw partij gewoon actief pleit voor het uitfasering van de veehouderij. Dus ik zou zeggen, welkom in het parlement straks. Ik snap nog steeds niet waarom u Schiphol ontziet als VVD, de grote vuiler, dat de kosten gaat van onze boeren.
U praat wel de boeren naar de mond, maar u doet het niet. U bent niet naast die boeren. U heeft er al die decennia voor gezorgd dat die boeren zijn vastgelopen. Ons systeem is vastgelopen. En miljoenen dieren in ellende leven. En dat gaan we veranderen. We gaan naast die boeren staan en we gaan ze helpen. Maar dat vergt politieke lef dat u helaas maar niet doet. Maar dus ook naast veehouders? Absoluut. We gaan alle boeren helpen. Hoe ver moeten wij gaan als het gaat om biologisch? We hebben nu, wat is ongeveer van onze landbouw, 5%, 6%, zoiets? Ongeveer 3%. 3% van de dus 3-4 misschien. Maar in ieder geval, we weten allemaal hier in de zaal en boeren allermeest dat gras niet harder gaat groeien als je eraan trekt. En dat is wel even het probleem bij biologische landbouw. Met grote eisen van 25% areaal vanuit Europa. Nederland 15%. En vervolgens zitten we als het ware tegen een touwtje te duwen. Die markt moet gaan trekken. En daarom vind ik het voorstel dat de retail, de supermarkten voorop gaan in de echte prijs van een product. Daarover informeren en die rekenen en die je ook zo aanbieden. Kan helpen en niet proberen aan juist dat wat exclusievere product nu vaak nog eens extra veel te verdienen. Ja. Daar is een sleutel. Meneer Thijs. Ja, sorry. Kijk, het gesprek gaat niet alleen over biologisch. Als je marktmeester bent, waar deze stelling over gaat, dan heb je te constateren als overheid, de natuur is een totale crisis. Dit land zit op slot. Het FD heeft gezegd 28 miljard economische schade. En dat loopt alleen maar op. De boeren hier ook, die weten als het goed is dat volgend jaar vergunningen ingetrokken gaan worden. Niet omdat we dat zo leuk vinden als overheid, of de rechter dat nou zo leuk vindt, maar omdat het gewoon een bende is. En omdat de rechter weer op de stoel gaat zitten van politici die niet de dappere keuzes durven te maken die nodig zijn. We weten dat de stikstofvervuiling in de landbouw en in de industrie en in de mobiliteit drastisch terug moet. Dus het eerste wat deze marktmeester moet doen, is moet zeggen stikstof is verschrikkelijk waardevol, dat krijgt een prijs. En als je daar veel van hebt, dan moet je er ook, of als je veel stikstofruimte nodig hebt, moet je daar ook veel voor betalen. En zo stuur je die markt richting duurzamere landbouw. Ja, maar dat is wel, en dat is wel, en dat is, wacht even, en dat is een totaal, en dat is een enorm richting grote verandering. Afgrond. U zegt richting afgrond, u stond uw hoofd te schudden, nee, en u bent er ook niet meer. Waar ik het mee eens ben, is dat ik vind dat we niet uit deze ellende komen als we niet serieus werk gaan maken van het herstellen van die natuur en het terugbrengen van die uitstoot van stikstof. Meneer Thijs, maar waar we echt mee moeten kappen, richting een sector waar mensen zich heel veel zorgen maken over hun toekomst. En dat meen ik echt. Dat is hier alarmistisch gaan vertellen dat we weten dat volgend jaar vergunningen ingetrokken gaan worden. Dat is flauwekul, meneer Thijs. En we kunnen met elkaar op de scherpte het debat voeren. Maar dit ziet u niet. Het is niet waar wat u hier zegt. Dit is onnodig onrust creëren. Oké, prima. Ik weet niet zeker of het gebeurt, want het is uiteindelijk aan... Zeg het dan ook niet. Wacht. Maar nou mag ik ook even antwoorden. Maar dat is dus niet oké, prima. Er zitten mensen aan een keukentafel. Die zitten nu niet hier in de zaal, maar die zitten thuis met de handen in het haar. Zo is het. Met wanhoop. Jonge boeren die zeggen tegen hun ouders, ik zie het niet meer zitten. Ik wil het bedrijf niet opvolgen. En dat komt door dit soort losse flodders die we de wereld in helpen en de mensen helemaal over de kling meejagen. Nee, die boeren zitten al decennia in de wanhoop. Het systeem... Het probleem is dat wat er nu aan de hand is dat er onduidelijkheid is, onder andere door uw oud-partijleider, van hoe versnel moet... Nou mag ik ook even... roepen die je niet zeker weet, toch? Nou, wat ik wel zeker weet, is dat de natuur in een crisis is, dat dit land op slot zit, dat het FD dat al becijfert op 28 miljard, dat er rechtszaken worden aangespannen over vergunning intrekken, dat we niet zeker weten of de rechter daar ook gaat besluiten of niet, maar dat wij als overheid en als marktmeester wel duidelijkheid moeten geven dat die stikstofvervuiling drastisch naar beneden moet. En dat we dan samen met de Partij van de Dieren naast de boeren moeten gaan staan om te zeggen, oké, dat is zo. En nu moeten we kijken hoe we het verdienvermogen van die boeren op peil houden. Bijvoorbeeld met ecosysteemdienst. Ik vind, excuus, maar dit vind ik echt bangmakerij van bovenaf. Het begint hier dat we de afgelopen jaren geen serieus emissiebeleid hebben gevoerd. We hebben enorm op die stikstofdepositie gefocust. Terwijl als we boeren benaderen en ook Schiphol en ook industrie en alle sectoren gewoon benaderen als ondernemers die wat kunnen, die creatief zijn, dan moeten we beginnen met, nou ja, dat hebben we geprobeerd. Hè. Zijn we aan het proberen met zo'n stoffenbalansbenadering. Ik kan mezelf de tijd herinneren van Minas. Ik kom zelf van een akkerbouwbedrijf waar ik die Minas ooit heb ingevuld. Dat is in de landbouw de beste tijd geweest waarin we wat er aan nutriënten in bedrijf inkwam en wat er uitgang in de gaten kregen en daarop gingen sturen. Als we boeren op die manier weer de ruimte geven om op emissies te sturen, wat er inkomt en wat er uitgaat, dan weet ik zeker dat je een heel groot deel van het probleem kunt oplossen en gaat oplossen. Mag ik u danken voor dit debat. Dank jullie zeer. Geef een applaus.
En dan gaan we ook nog even naar Esther. Ik ben benieuwd naar wat jouw pijlstok oplevert. Ja, ik sta hier bij een melkveehouder. Hoe kijkt u naar dit debat terug? Ja, hoe kijk je naar dit debat terug? Je gaat hier natuurlijk met een bepaalde verwachting naartoe. Of je gaat met een bepaalde verwachting zitten te kijken. En heel veel dingen is toch wel een stuk van bevestiging en een stuk van herkenning wat je weer terugziet. En je ziet elkaar, en zeker net aan het eind begon dat even een beetje waar elkaar te verwijten en elkaar proberen de maat te nemen. En ja, dat is op zich, dat is de politiek in Nederland, hoe ze zich een beetje kenmerkt op dit moment. En het is eigenlijk, waar zit je nou op te wachten? Hè, dat je ook eens een keer een richting uit ziet gaan en dat je elkaar waardeert in het debat. En dat je elkaar volkomenheden, dat je daar eens een beleid op gaat maken. En dat je de toenadering toe elkaar zoekt en dat je het vertrouwen in elkaar probeert terug te vinden. Want het is, als sector, waar zijn we nou op zoek met z'n allen? En dat is toch dat je het vertrouwen weer terugvindt in de politiek. En het staat nog steeds ver van ons af. Je probeert het aan alle kanten met elkaar te doen. Dat hoop je ook dat eens een keer dat je uit de politiek dat terug ziet komen. En het is eigenlijk wat de eerste reactie uit het publiek vanavond, wie kwam van, waar hebben we nou een koe? Gaan ze met elkaar aan de slag? Gaan ze met elkaar het vertrouwen mee opzoeken, het vertrouwen herstellen en maak dat beleid waar we weten dat waar we aan toe zijn de komende jaren. En op wat voor vlak het is. Hè. Het is ik heb dan ook nog een paar rode koeien, dus het is bij mij het is een zwart, wit of rood. Hè. Maar er zijn meren die naar Rome leiden. Maar ja, we moeten wel met elkaar weten van waar je aan toe bent. Dank u wel. Ja, u wilde ook nog even reageren. Ja. Nog steeds dezelfde microfoon. Nog steeds dezelfde microfoon. Oké. Okay. Kijk, wat ik merk, en dat is in gesprekken die ik met supermarkten heb gehad, krijgt het toch een iets ander karakter. Wat ik merk namelijk is dat er totaal geen vertrouwen is in eigenlijk het feit dat zij hebben zich gerealiseerd dat wat zij in hun winkels voeren nog iets van een kwart of 25% is. Komt uit de schijf van 5. De rest is eigenlijk troep. Nog geen kwart voldoet aan echte duurzaamheidsstandaarden. En dit zijn ook echt lange termijn denkers. Dus die zijn er zelf van overtuigd. Wij moeten die stappen naar duurzaamheid maken. En in die zin is daar wel degelijk veel draagvlak te vinden om juist ook door prijszetting dit beschikbaar te maken voor alle consumenten. Maar jullie moeten ze helpen, want ze zijn allemaal concurrenten van elkaar. En we moeten marktregels bedenken, en jullie zijn creatief zat, en anders help ik jullie wel, om die marktregels zodanig te maken dat ze inderdaad niet het wantrouwen hoeven hebben dat er één uit die kruiwagen springt. Dit was het grote landbouwdebat 2023. En ik hoop dat we u een beetje hebben kunnen helpen om uw keuze te kunnen bepalen op 22 november. Dank voor uw aandacht. Dank aan de politici die hier naartoe hebben willen komen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid op hun schouders de komende jaren. Dank aan iedereen die hier was in deze enorme aardappelschuur. Heel veel dank voor uw aandacht en ik wens u verder een fijne avond. We'll be right back.